Lamscarbonades hebben we eigenlijk in een aantal verschillende soorten. We hebben het zadel, dat is eigenlijk de haascarbonade. We hebben de lamscoteletten, dat is eigenlijk de ribcarbonade, want er zit het ribbeentje in. En we hebben de French racks. De French racks, daar blijft eigenlijk het beentje is helemaal schoongemaakt. Hier loopt het beentje, dat is hier helemaal schoongemaakt. Daar blijft alleen de appel van de rib over. De appel van de rib is het middelste stukje van het rib en het zachtste stukje van de rib. In de pan een klein beetje olie, niet te veel, puur om hem even mooi stevig aan te bakken. Zo. Klein beetje zout erop. Nou, de olie in de pan gaat mooi heet worden. Als de lamscoteletten een mooie kleur hebben, dan zet ik het gas iets lager. Ik doe er een klein beetje roomboter bij en ik laat hem zachtjes nog even doorgaren. Lamsvlees mag ook mooi rosé blijven. Goed voordeel is natuurlijk dat als je er nu roomboter bij doet, dat je gewoon een lekkere, volle jus krijgt. Alleen olie zit niet zo heel erg veel smaak aan. Op deze manier krijg je een lekkere jus. En dan kun je hem nog eventjes doorgaren en totaal 2-3 minuutjes bakken. Dan zijn de lamscarbonaadjes mooi rosé. Nou, de laatste minuutje doe ik er nog een heel klein beetje verse, fijn gesneden knoflook bij. En ik doe er een heel klein beetje rozemarijn bij. De combinatie van lamsvlees, knoflook en rozemarijn is echt heerlijk. Let wel dat als u de rozemarijn en de knoflook erbij doet, dat de temperatuur niet meer te hoog is. In verband met verbranden. Nou, u kunt het niet ruiken, maar het ruikt heerlijk. Heerlijke lamscoteletten met een lekkere jus erbij. Kijk. Mooi roze, net niet helemaal gaar. Hij is mooi vochtig van binnen. Eet smakelijk!